Weer onrust vandaag bij het kraakpand aan het Damrak. Gisteren werd het nog door een ontruimingsgolf door de mobiele eenheid leeggehaald. Maar dit bleek te vergeefs. Vanochtend was het alweer gekraakt. De ME moest er opnieuw aan te pas komen om het pand te ontruimen. En dit ging ook vandaag niet zonder slag of stoot. Om 11:15 in de ochtend trekt de ontruimingskaravaan van de politie voor de tweede keer richting het kraakpand aan de Damrak. Ditmaal worden ze verwelkomd door een 20-tal krakers voor de deur. Met een waterkanon en agent in burger worden er 2 gearresteerd en de rest verdreven. In het pand bevinden zich dan 3 krakers. Niet duidelijk is of ze gisteren goed verstoppertje speelden of dat ze het pand herkraakt hebben. De krakers verzetten zich hevig met verfbommen. Nou, ze hadden het voor mij gisteren wel af mogen maken. Het kost allemaal weer een dag omzet en... Kost de belastingbetaler ook een hoop geld om die ME voor de tweede dag te laten uitdrukken. Dus ik snap het niet helemaal waarom ze dat gisteren niet hebben afgemaakt. De politie zet opnieuw het Damrak af. Tot aan de munt staat er een lange file. Dit tot grote ergernis van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. En hoe lang staat u er al voor in de file? 45 minuten. Wij vinden onzin. Echt absoluut waanzin. Ik ben al 1,5 uur bezig om bij het restaurant te komen waar een meisje zit. Dus die mensen moeten iets langer wachten op u? Ja, ik hoop dat ze er nog zijn. Ik ben echt heel erg chagrijnig. Ik ben 11 uur vanuit Hoevelaken vertrokken en ik rijd nu echt al bijna 2 uur hier in het centrum. Hoe lang staat u hier al? 1,5 uur vanuit de Leidse buurt. Echt waar. Begin van de middag dringt de politie weer vanaf het dak het pand binnen. Een afvalcontainer wordt erbij gehaald om de restanten van de barricades binnen weg te halen. Uiteindelijk worden de krakers pas om 4 uur gevonden. Ze blijken zich te hebben verscholen in de kruipkelder. Ja, en burgemeester Cohen vindt de manier waarop de krakers de afgelopen dagen te werk zijn gegaan onacceptabel. Ik ben nooit zo ontzettend tegen kraken geweest als een middel om leegstand te voorkomen. Maar als dan op een gegeven ogenblik de eigenaar plannen heeft met dat pand, dan vind ik ook dat het moet ophouden. En wat ik nu zie is dat krakers dat die zo'n pand ongeveer in puin gooien. En dan vind ik dat volstrekt onacceptabel. En daarmee komt die hele kraakbeweging wat mij betreft gewoon in diskrediet. En dat lijkt mij het allerlaatste wat ze zelf zouden moeten willen. En laat ik het daar maar mee laten. Ja, en om 5:30 konden de trams weer over het Damrak. En in totaal zitten er nog 14 krakers vast.